Welkom bij het webinar Road to Smart Factory. Leuk dat u kijkt. In dit webinar gaan we het hebben over de stappen die Reijring Staalconstructies heeft gezet om over te schakelen naar een volledig geautomatiseerd productieproces. We zijn hier vandaag ook bij Reijring in Brabant. En dat automatiseren hebben ze gedaan door middel van de machines van Vorman Steel Machinery. Ik vind het bijzonder leuk om met jullie dit verhaal te mogen vertellen vandaag. Heel bijzonder dat een Nederlandse machinefabrikant en een Nederlands staalbouwbedrijf, waar deze machines de volledige lijn wordt geïmplementeerd, uit Nederland komen. Dat is niet zo vanzelfsprekend en geeft toch wel aan dat we als Nederlandse staalbouw toch echt wel flink goed meedoen op wereldniveau. Nou, tijdens het webinar kunt u vragen stellen in de chat. Die zullen aan het einde van het webinar worden beantwoord. Dus stel ze gerust. En we staan hier aan tafel met twee personen. Willem Reijring en Frank Reijring. Werkzaam bij Reijring Staalconstructies. Het zal geen toeval zijn. En ik denk dat niemand beter dan jullie kan vertellen wie Reijring nou is of wie Reijring nou zijn. Nou, klopt. Dat zal ik van wal steken. Willem Reijring, dus van Reijring Staalconstructie. Reijring Staalconstructie, we zijn 55 jaar geleden begonnen. Mijn vader is begonnen eigenlijk als landbouwsmederij. Destijds in het plaatsje Haghorst, gemeente Diessen. Mijn vader is begonnen in een klein schuurtje bij mijn opa. Die was een boer. Nou, de oudste zoon die nam de boerderij over. En mijn vader, die als tweede oudste is begonnen, voor zichzelf begonnen. Die kreeg van mijn opa een klein stukje grond met een stukje van de schuur. Eigenlijk begonnen in de stallenrichtingen en de stallenbouw. En van daaruit is je op een gegeven moment doorgegroeid naar een constructie- en een mechanisatiebedrijf. Constructie ging al vrij snel richting de utiliteitsbouw. Uh-huh. En mechanisatietak hebben we eigenlijk tot 20 jaar geleden bij gehouden in tractoren en melkwinningapparatuur. Op een gegeven moment zijn we dus doorgegaan met het constructiebedrijf. Nou, wij zaten destijds gevestigd nog in Diessen, een klein stukje verderop van Haghorst. En waar ligt dat dan ook? Dat is allemaal hier binnen de gemeente Hulvarenbeek, de kern okay. Hulvarenbeek. Dus de roots liggen eigenlijk Haghorst-Diessen. En we zijn denk ik ongeveer 12 jaar geleden zijn we verhuisd hier naar Esbeek, ook gemeente Hulvarenbeek. We zaten eigenlijk in het buitengebied, maar we waren behoorlijk uit ons jasje geroeid en elke jaar, twee jaar waren we aan bouwen. Dus we werden ook eigenlijk van de gemeente een beetje gedwongen om naar een groter industrieterrein te gaan. Nou, we wouden lokaal blijven, want we kregen eigenlijk ook een plaatsje richting Tilburg op de Vossenberg. Maar ja, wij zeggen ook onze jongens, de gouden handjes komen allemaal hier op de omliggende dorpen. Dus we wouden graag hier in Hulvarenbeek blijven. Nou, toen deed de kans hiervoor, hier zat een voormalige steenfabriek. En dat terrein hebben we kunnen kopen. En dan zijn we dus nu eigenlijk gevestigd hier, waar we nu deze locatie zitten. We hebben ondertussen ook een tweede vestiging in Someren. 15 jaar geleden hebben we daar een ander bedrijf overgenomen. Dat is eigenlijk puur een productielocatie van ons. Daar werken 25 mensen. En dat doen we eigenlijk ook het samenstellen en aflassen van staalconstructies. De hoofdvestiging is echt hier bij ons hier in Esbeek. Daar zit kantoor, daar zit een stuk calculatie, administratie, ja. Engineering, de planning, de fabriek, de spuiterij. Hier doen we ook zelf conserveren hier. Dus hebben we eigenlijk allemaal op deze locatie zitten. Nou, we hebben hier behoorlijk wat verbouwingen al achter de rug. We zijn hier dus gevestigd. We hebben hier denk ik nou twee verbouwingen achter de rug op bestaande pand. En nu staan we eigenlijk in de nieuwe locatie. We kregen, ik denk 3 jaar geleden, Frankrijk, kregen we de kans om hier achter het buurman, die wou eigenlijk verhuizen. Die moest ook verplaatst worden. En dat was ongeveer een 2,5 hectare, 25.000 meter. Daar hebben we bij kunnen kopen. En daar zijn we eigenlijk begonnen met deze fabriek, zeg maar, de plannen gaan maken, zeg maar. Dat hebben we hierop gedaan. Oké, dus dan heb je ruimte om, of tenminste de kans om nieuwe ruimte te kopen. En dan ga je een nieuwe fabriek, wil je dan starten. Ja. En niet zomaar een fabriek die jullie hebben gekozen, maar een Smart Factory. Klopt. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan. De bestaande lijn in de Vrieden was ook een Vorman-lijn. Nou, daar draaiden we al 1 jaar of 8 mee. Die hadden we eerst nog gedeeltelijk in Diessen overgeplaatst hier naar Esbeek. Toen destijds ook alweer uitgebreid en een splitsysteem van gemaakt. Nieuwe machines bijgeplaatst. Maar die machines waren ook nu 7, 8 jaar oud. We zagen ook de onderhoudskosten behoorlijk oplopen. En ja, de nieuwe technologie, de nieuwe machines, we wouden gewoon automatiseren. Dus we wouden eigenlijk gewoon ook de groei, hè. We hadden een behoorlijk grote groei, omzetgroei, de markt trok goed aan. Dus we wouden ook gaan meer automatiseren. Dus we zijn eigenlijk toen met Vorman aan tafel gegaan om een hele nieuwe fabriek te gaan bouwen. En we hadden dus de kans, omdat we hier dus de locatie bijgekocht hadden, om hier een nieuwe fabriek op te zetten, terwijl de bestaande fabriek kon doorbouwen.
Dus toen zijn eigenlijk de plannen ontstaan en zijn we denk ik mijn voormannen wel een traject van denk wel anderhalf jaar of twee jaar bijna ingeschoten met het ontwikkelen van de nieuwe machinelijn. En daaromheen wouden we dus eigenlijk de fabriek overheen bouwen, zeg maar. Zo zijn eigenlijk de plannen een beetje aan het lopen gegaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi. En, ja, je hebt dan eigenlijk het idee, maar dan ben je er nog niet. Je moet naar een layout komen. Frank, kan jij dat misschien toelichten hoe dat is gegaan, dat ontwerpproces van die nieuwe lijn? Ja, ja, dat kan ik zeggen. Wij zijn in gesprek gegaan met Voorman. Wat een aantal punten die wij precies terug wilden zien is, onder andere is wij wilden een fabrieksoutput naar 35.000 ton per jaar gaan realiseren. Oké, 35. Waar kwam je vandaan? We zijn gegroeid van 20, 25 naar 30. En ik denk dat we dit jaar al richting die 35 groeien. Dus bijna verdubbelen. Ja, dus het gaat hard inderdaad. En dus dat was een van de punten die we wilden realiseren. Waar we alles op wilden baseren. En omdat het simuleren hebben we een data-analyse met Voorman voor ons gedaan. Daar hebben we wat projecten van ons ingeschoten. Viertal projecten die voor ons continu doorlopen. En daar hebben ze een analyse op gedaan. En wij hebben gezegd van nou, wij willen graag een splitmachine hebben. Dus geen back-to-back machines. Wij willen geen stilstand op de bestaande lijn hebben. Dus we hadden de unieke kans om een nieuw te bouwen. Dus we konden onze bestaande lijn in gebruik houden totdat de nieuwe helemaal in lijn stond. Of helemaal klaar stond. Ja. We wilden ook geen oude machines doorpakken naar de nieuwe lijn. Dus alles nieuw. En dat we nog even zelfs dubbel hebben gedraaid. En meteen door kunnen op de nieuwe lijn. En we willen natuurlijk de fabricator integreren in de nieuwe lijn. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee gespart hebben. Ja. Ja. En daar is iets uitgekomen. En dat hebben we. Ja, en ik hoorde je zeggen. We wilden geen back-to-back machines hebben. Wat back-to-back, ja, is een term die Voorman gebruikt, is dat de zaag, bijvoorbeeld een zaag en een boor achter elkaar staan en op elkaar staan te wachten. Mm-hmm. En wat wij wilden is dat we machines los hadden staan en met bufferzones ertussen, zodat ze optimaal gebruikt zouden kunnen worden en zo min mogelijk stilstand. En eventueel nog onmogelijk nog dat ze doordraaien onbemand. Hè? Want we hebben ervoor gekozen om niet één operator per machine te hebben. Maar bij wijze van vijf machines drie operators. Mm-hmm. En op deze manier dachten wij dat optimaal gebruik te kunnen maken van de machines. Ja, dus met dat soort kenmerken hebben jullie de lijn ontworpen. Maar jullie hadden dus ook data gebruikt om erachter te komen welke keuzes jullie het beste konden maken. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Nou, we hebben gekeken van nou, wat is de profielgrootte, wat willen we nog over de lijn hebben, wat past ook een beetje nog op het perceel. En wij zijn uitgekomen op 27 meter, dus 70 meter uitvoerlengte kunnen wij nog over de hele lijn erin krijgen. En op basis van de projecten die wij gedaan hebben, hebben we gezien van overrekt de zaagmachine, die gaat het niet redden, die komt tekort. Mm-hmm. Dus daaruit bleek dat we een tweede zaagmachine erbij moesten doen. En bijvoorbeeld de straalmachine moest naar een 6-turbine machine toe om de bepaalde voortloopsnelheid te kunnen garanderen. En een andere eis die we hadden is dat wij wilden meerdere uitvoerlocaties hebben. Ja. Dus we hebben de uitvoerlocatie hier in Esbeek. Hè, daar hebben we nog de doorbraak moeten maken op het laatste moment, hadden we nog besloten. Dus dat die machinelijn komt rechtstreeks in de lasserij uit, van de ene fabriek naar de andere fabriek. We hebben ook, zoals gezegd, een locatie in Someren. Dus een uitvoerlocatie voor Someren hebben, waar we kunnen laden op de vrachtwagen. En een uitvoerlocatie voor de fabricator, die later bijgeplaatst is nu. Ja, ja. Een echt ontwerpproces waarbij gaandeweg weer achter nieuwe dingen komt. En leuk voorbeeld ook van die zagen, dat je dan toch achterkomt dat twee zagen effectiever zijn. Ja. Oké, top. We hebben het gehad over de layout. Maar wat is nou eigenlijk die uitkomst geworden? Voor welke machines maken jullie nu gebruik? De machines die hier nu staan, is, zoals mensen nu op de beelden kunnen zien, is dat de W55 7 en 4 hebben staan. 4 hadden we al. De 7 hebben we erbij gekocht, volgens de Pons-Knipstraat. En we hebben twee volautomatische snijbanken staan, de V320 en later is nog de V325 bijgekomen. Die kunnen snijden, boren, tappen, graveren en snijkanten nog maken.
De lijn begint met stralen, zoals gezegd. Daarna gaan wij meteen eerst boren. Voordeel daarvan is dat we handelslengte boren in plaats van de gezaagde stukken. Dat geeft weer voordeel op, tijdvoordeel. Daarna komt de split richting de keuze richting de markeermachine. En na de markeermachine of rechtstreeks vanaf de boor kunnen we naar een van de twee zagen toe. Straks kun je dat mooier zien in een overzichtje die we nog laten zien, is hoe de opstelling staat. Dus we hebben twee zaagmachines met een inclusief de short product removal systeem, met een mooi woord. Waar ze de kleine stukken af kunnen voeren automatisch. We hebben ook gekozen voor om nog een raveelmachine, de 807 inmiddels, erbij te plaatsen. Een raveelrobot, die staat ertussen. En als laatste komt natuurlijk de fabricator voor het samenstellen en het aflassen. Daarnaast, wat er niet op de foto staat, hebben we ook nog een toogbank. De grootste toogbank gekocht van Voortman. En nog een platenrek en een nummerator inderdaad. Ik hoor je getallen zeggen zoals de 807. Dat zijn nu, jij weet precies welke machine elk nummer heeft. De showroom van het zuiden. De showroom van het zuiden. Kijk, dat vind ik een mooie term. Ja. En al die machines die werken natuurlijk samen. Hoe werken die samen? Hoe verloopt het de materiaalstroom door die machines heen? Je begint dus met het laden van de profielen aan de ene kant. Dan gaat hij door de straalmachine in batches. 6 turbine straalmachine. En vervolgens krijg je dan de keuze in de splitline van ga ik layout markeren of ga ik niet layout markeren. Eerst naar de boormachine. Excuses, natuurlijk uiteraard. Boren, tappen, graveren kan hij ook nog als het moet. En frezen ook nog. Ja. Vervolgens heb je dus de keuze in het systeem, gaan wij meteen door naar de zaag. Want fabricator hoeft bijvoorbeeld niet geen layout markering te krijgen. Dus dan gaat hij meteen door naar zaag 1. De andere keuze is dat hij teruggaat naar de layout markering systeem. We hebben een aparte machine gekozen. Dus niet op de boor markeren, maar apart op de V704 markeren voor de capaciteit. Zodat alles wat de fabriek ingaat van de lasserij via de layout marking gaat. En achter de zaagmachines heb je dus de keuze dat hij naar de fabricator gaat, ongemarkeerd of uitvoeren richting Esbeek. Een andere keuze is dat hij niet meteen naar de uitvoer gaat, maar eerst nog door de raveelrobot heen gaat, de 807. Dus niet alles hoeft daar doorheen. Na de raveelrobot heb je de uitvoer van Someren of terug weer afvoer richting Esbeek. Ja, mooi. Dus hij staat er helemaal, hè? De beelden liegen niet. Nee, het draait optimaal. Ja. Ja, als je dat nou vergelijkt met 3 jaar geleden, toen jullie begonnen met het plan en doelstelling formuleerden, sluit ze een beetje aan? Ja, ik denk het wel. We hebben, wat Willem al een beetje aangaf, we hebben echt al een jaar zijn we bezig geweest met Voortman van hoe gaan we het doen. De fabricator stond eerst links, toen weer rechts. Doorbraken, laatste moment nog gekozen. Niet meer omrijden met staal, maar echt er doorheen. Ja, en ik denk dat we gewoon gekregen hebben wat we hebben gewild. En ik vond de samenwerking loopt daarin eigenlijk heel goed. Dat is een goede samenwerking. Gedurende het traject eigenlijk. We zijn bijna 1,5 jaar bezig geweest. Er komen toch nog op andere oplossingen uit. Wat Frank net zei, eerst hadden we eigenlijk 2 losse fabrieken waar we eigenlijk gaan bouwen. Maar iemand zei, dat moeten we niet doen. We krijgen meer intern transport. We moeten weer een zijlader bijkopen. We moeten weer ploegendiensten voor regelen. Dus dat hebben we weer gekoppeld naar de bestaande fabriek toe. Toen moesten weer de lijn op aangepast worden. Afvoerbanen naar de bestaande fabriek. Dus we zijn er echt 1,5 jaar heel intensief bezig geweest. En heel veel tekeningen heen en weer geweest en plannen met Voortman. Ja, op een gegeven moment komen we samen met Voortman naar de ideale oplossing, zeg maar. Klopt. Ja. Ja. Ja, ook wel een mooie kans die jullie hadden natuurlijk om het land bij te kopen. Zo gewoon de fabriek er tegenaan te kijken. Als we die kans niet gehad hadden, hadden we dit niet kunnen realiseren. In de bestaande fabriek, daar zijn we eerst bezig geweest. Maar ja, als we dat moeten doen, dan hebben we zoveel productieverlies. We weten dat uit ervaring van de verhuizing van Diessen naar Esbeek. Mm-hmm. En dat was ook een verhuizing van in 3-4 maanden tijd. Ja. Ja, er kwam al bijna geen productie uit. Machines afbreken, opbouwen. Dat kost gewoon zoveel tijd, weer instellen. En dan hadden we dus gewoon de mogelijkheid, eerst een nieuwe fabriek. We gaan draaien, Frank. En de backup hadden we de bestaande fabriek. We hebben gewoon een tijdje gewoon met 2 lijnen staan te draaien. Tot we zeggen, nou is je goed, nou gaan we 100% opleveren. En toen is pas de bestaande lijn gedemonteerd. Dus eigenlijk qua productieverlies is eigenlijk echt niet heel geweest. Minimaal. Ja, daarmee voorkom je ook weer dat je investering niet 2 keer zo hoog wordt. Nee, klopt.
Er zijn ook een paar nieuwe termen, zoals smart loading en smart unloading. Kunnen jullie daar iets aan toelichten, ja, hoe dat nou is? Super, wij vonden ook in het begin van het traject vonden het super belangrijk van nou, de machinelijn moet optimaal draaien, zoveel mogelijk output. Hoe gaan wij die machine, zeker in combinatie met de fabricator, hoe gaan we die beladen? Dat je niet er iets opgooit wat over één lijn heen gaat en dat je vervolgens die overbelast en de andere stilstaat. Dus hoe ga je dat aanvullen? Dus bij de invoerlijnen staan hele grote schermen. En daar kunnen zij op zien wat de belasting is van het systeem, hoe de bufferzones gevuld zijn. En met Voorman werken we naartoe dat zij aan gaan geven eigenlijk van nou, nu moet je deze fase erop gooien, nu deze fase, zodat je de lijn nergens, zo min mogelijk bottleneck hebt als het ware. Overbelast. Ja. Om zoveel mogelijk uit die lijn te krijgen, als het ware. Bij het ontladen weer aan de achterkant, hebben we meerdere uitvoerlocaties, zoals gezegd, hebben we weer grote schermen hangen waar je precies kan zien, gekoppeld aan het vaakafsysteem van Voorman, wat ligt nou waar, welke onderdelen zijn dat, en dat je precies kan zien welke wil ik eraf halen, welke niet. Dat is eigenlijk gerealiseerd. Ja, wel grappig om te zien, die grote LED-schermen in de hal. Ja. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Ja. Klopt, voor de jongens heel duidelijk, en vooral de jongens op de werkvloer. En ook de jongens op de werkvoorbereiding hierboven, die hebben ook die schermen, die volgen precies de processen. Die hebben ook veel nauwe contact met de jongens van de beladers en op de zijladers, wat er binnengereden moet worden. We continu de goede doorstroming hebben. Dus dat werd echt ideaal. Ja, als het gekoppeld ook aan ons ERP-systeem van Consteel, en kun je precies zien wat af is en wat niet af is. Ja, super handig om dat zo te kunnen monitoren, lijkt me. Nou, het kopstuk van de Smart Factory is toch wel de fabricator. In deze korte video wordt behandeld hoe die fabricator eruit ziet. Op het moment dat de bal gekanteld is, wordt hij door de kraan opgepakt, wordt hij in de rotators gelegd. Alle lasrobots die gaan vervolgens de balk inmeten. Op het moment dat de metingen allemaal klaar zijn, wordt de plaat aan de balk geplaatst, wordt deze vastgehecht door een van de robots. Vervolgens haalt de handlingrobot de volgende plaat al op, die al door de bediener op de shuttle geplaatst is. En kunnen de andere robots al beginnen met aflassen. En zo loopt het hele verhaal door. Ja, we hebben drie uitvoerlocaties. Eentje is voor SB, deze hier zo is voor de fabricator. En dan hebben we achter nog een grote buffer waar ze een vrachtwagen doen laden. En dat dan richting zomer. De werkvoorbereiding heeft van tevoren al bekeken wat er geschikt is voor de fabricator. Dat komt hier eraf. Dat zijn met name grotere profielen, met veel laswerk, grotere platen. We kunnen via het systeem zien welke balk nou op de machine ligt. En de machine zegt zelf welke plaatjes van de fase erop moeten. De bediener krijgt alleen maar een XML aangeleverd. En vervolgens drukt hij start. En de rest bedenkt de machine. Mijn werkzaamheden zijn straks dat de machine genoeg aanvoer heeft van de plaatjes. Controleren van het werk waar de machine aflevert, onderhoud. Zodra dat Niels verstandig draait met de machine, stopt het bij ons nog niet. Wij blijven het hier volgen, het hele proces. En dan gaan we kijken waar dat we het proces kunnen optimaliseren om te zorgen dat de machine efficiënter is. Dat gaat goed, toch? Ja. Ja. Nog wel een indrukwekkend ding, die fabricator. Zonder meer. Wat waren de overwegingen om die fabricator te kiezen? De overwegingen waren met name ook het moeilijk verkrijgbare van de vakmensen. De gouden handjes noemen wij die hier. We hebben toen ook destijds, toen we eigenlijk de plannen klaar hebben, zijn we ook eens een keer met heel ons personeel zijn we hier in een café gaan zitten. Hebben we de plannen ook bekendgemaakt. Want ook onder de werknemers zelf, verdwijnen onze banen of wat gaat nou gebeuren? Wat gaat er ons gebeuren nou? Hebben ook duidelijk gezegd, we hebben jullie keihard nodig. Hè. We gaan echt het seriewerk, het werk waar veel werk zit, gaan we op de fabriek doen. Maar het uitdagende laswerk, dat wil ik ook nog voor de handlassers hebben. Hè. Want we willen natuurlijk de vakmensen binnen de firma behouden. Maar gezien de hoeveelheid werk en de jongens waar we moeilijk aan kunnen komen, wou ook het lasproces gaan automatiseren en samenstellen. We hadden hier ook al een lasrobot staan, puur op aflassen. Dus we waren al bekend met lassen, daar draaide ook al een jaar of 10 mee. Maar was puur voor het aflassen. Nou, en dat we die nieuwe fabriek hebben, hè, en Voorman was volop in de plannen bezig van de fabricator, wat vonden ze de unieke kans om met Voorman op te pakken en te gaan combineren hier. Dus zodoende zijn we eigenlijk dat ingestoken en zijn we ook met het automatiseren van het lastproces verder gegaan hier. En dat, die keuze is natuurlijk niet volledig zonder risico, want jullie zijn eigenlijk de pilot. Jullie zijn de eerste staalfabriek die deze hele lijn, inclusief de fabricator, overneemt. Ja. Ik kan me voorstellen dat een beetje
Hoe verloopt die samenwerking dan met Voortman? Die samenwerking op zich goed verloopt, vraag ik me Voortman. Kijk, we hadden natuurlijk ook een aantal eisen. We wisten, Voortman heeft er zelf al een fabricator, een voorganger er zelf staan. Daar zijn we eerst goed naar het kijken geweest. En oké, wat willen wij anders? Nou, een van onze eisen, of ja, vereisten was zeker, we willen hem in lijn hebben. We hebben hier die nieuwe fabriek. We willen de balken voordeel opgelegd hebben van een heel proces wat Frank net uitgelegd heeft naar het lassen toe. Dus niet meer daarna intern transport. Dus hij moet klaar zijn daarna voor naar de conserveerderij te gaan, zeg maar. Het moet onze uren opleveren. Dus dat automatiseren de andere uren weer opleveren, zeg maar. En ook dat we meer productie kunnen overnemen. Dus we willen ook meer produceren. Dus ook daar de fabricator gewoon een stuk van onze productie gaat overnemen. Nou, dan erbij, de fabricator, we werken hier in een ploegendienst, momenteel in een 24-uursdienst. Dus die fabricator moet ook mee optrekken en een stuk productie wegpakken. Ja. Nou, dat proces zijn wij dus ingeschoten met de firma Voortman. En dat is eigenlijk wel een proces waar we bijna wel anderhalf, twee jaar mee bezig zijn geweest. Heel een nauwkeurige, nauwe samenwerking met een aantal mensen van ons en met Voortman. En daar zien we nu het resultaat van. Dus daar zijn we eigenlijk goed tevreden over. Ja, ja. Ja. Dus een fabricator, wat voor impact heeft zo'n machine nou? Wat voor impact heeft hij nou? Van voor naar achter eigenlijk. Het begint al in het tekenproces. Eigenlijk berekenen al zelfs. Anders denken, anders construeren. Anders aansluiten. De constructeurs van ons moeten alles gaan construeren. We weten ook wat we niet en wat we wel kunnen. Dat hebben we met Voortman bekeken. Dus soms moet je net een schotje meer zetten of een lipje meer maken om toch fabricator geschikt te maken, zeg maar. En op de tekenaar moeten anders gaan tekenen. Rick die komt dadelijk aan het woord, die heeft dat traject bij ons opgepakt. Die controleert ook met de tekenaars, die maakt details. Die maakt details met onze constructeur, die doet met de jongens van Voortman. Dus waar Frank zei, van het begin af aan moeten we anders al gaan denken. En we weten meteen al, die werk hebben we aangenomen. Ja, die zijn uitermate geschikt voor de fabricator. Ja. We doen bijvoorbeeld, zal Rick uitleggen, degene waar veel laswerk in zit. Veel repeteerwerk, dat gaat allemaal naar de fabricator toe. Ja, ja. Maar die... wat je ermee kan, heeft natuurlijk ook te maken met doelstellingen die je van tevoren hebt bepaald. Wat waren die doelstellingen voor de fabricator dan precies? Ja, de eentje heb ik gezegd, hij moet in lijn staan. En we willen gewoon een bepaalde productie hebben. We willen richting 10.000 ton per jaar waar de fabricator moet gaan. Nou, daar zijn we nou mee begonnen. We hebben stappen aan het maken. We weten ook, dat gaat niet in één keer. Ja. Maar daar gaan we nou de komende jaren gewoon naartoe werken. En we zijn denk vanaf eind dit jaar, Frank, denk vanaf januari zijn we echt aan draaien gegaan. En dan gaat het gewoon de goede kant op. Daar hebben we volledig vertrouwen in. Oké. Okay. Ja. Nou, het is niet een kwestie van een machine neerplanten in je fabriek en gaan met die banaan. Het heeft dus meer impact, zoals je aangaf, dan dat. Met name voor de engineering, die zijn er flink mee bezig geweest om zoveel mogelijk uit deze nieuwe mogelijkheden te halen. Hier volgt een video over hoe de engineering hiermee aan de slag is gegaan. Toen wij wisten dat de fabricator hier naartoe kwam, toen zijn we echt gaan kijken van hoe verbinden we nu, waar willen we naartoe en wat moeten we daarvoor doen om daar te komen. Aan de hand daarvan zijn we steeds meer gaan kijken naar wat is het meeste geschikt en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat ook zo efficiënt mogelijk kunnen gaan gebruiken. Dus we nou bijvoorbeeld heel veel kolommen in een distributiecentrum, dat we die allemaal geschikt gaan maken en dat we daar dan de details op aanpassen. En dat die details dan ook weer geschikt zijn en dat we die met de juiste toleranties tekenen, dat de machine het ook snapt. Dat groeit steeds meer en zo zijn we eigenlijk een beetje in de database aan het opbouwen van oh, als we dit hebben dan gaan we deze keuze maken. Of als we dit hebben maken we juist weer die andere keuze. In mei voorheen zeg maar probeerde om grote zware liggers bijvoorbeeld om daar geen enkel laswerk aan te hebben. Omdat je dan alleen maar met zagen en boren hoefde die hele ligger niet de werkplaats in. Bij een fabricator kun je eigenlijk precies andersom denken. Zoveel mogelijk laswerk aan die ene grote ligger. Probeer daar zoveel mogelijk het laswerk aan te doen. Dan kan die ene grote ligger gewoon in één keer op de fabricator. En die kan dat automatisch gewoon afhandelen, dat hele proces. En daarmee moet je dus wel omdenken qua detaillering en hoe je je model gaat opzetten. Je krijgt elke keer een soort keuze. Van wil ik mijn bepaalde verbinding aan de ligger maken of aan de kolom, zeg maar. En dan kun je ervoor kiezen om de ligger bijvoorbeeld niet geschikt te maken, maar juist de kolom weer wel. Op een gegeven moment als dat loopt, dan gaat dat steeds makkelijker en steeds meer vanzelf. Dan denk je, ik moet hier op letten, ik moet hier op letten. Het gaat eigenlijk best wel goed en qua extra werk heb ik er bijna niks bij gekregen. We hebben die fabricator eigenlijk zo ingestoken dat het niet de bedoeling is dat je de lasuren die je aan de achterkant bespaart, aan de voorkant in de werkvoorbereiding of in de engineering weer extra in moet stoppen. Dat is iets wat we ten alle tijde willen voorkomen eigenlijk.
Nou, ik denk dat het in principe is het een soort filosofie van hoe detailleer ik mijn constructie. En aan de hand daarvan, als je die filosofie helder hebt, dan ga je elke keer bij volgende projecten wordt het steeds duidelijker welke verbindingen daar je moet gebruiken. ProDelta, dat is het project van ons, daar hebben we eigenlijk vanaf de calculatie, dat we wisten dat we het gingen gaan maken, hebben we meteen gekeken van, waar moeten we de delingen leggen? Hoe zorgen we dat de kolommen allemaal geschikt zijn? Welke details horen daarbij? Dus hebben we eigenlijk al bijna vanaf de calculatiefase hebben we er al rekening mee gehouden dat we uiteindelijk de kolommen door de fabricator willen laten maken. De stap van zeg maar je engineeringsmodel naar de fabricator toe, er zit natuurlijk nog een stap tussen omdat zo'n engineeringsmodel in Tekla eigenlijk bijna nooit compleet is. Dan missen wat lassen, daar zitten wat lassen net op een verkeerde plek. Daarvoor hebben we een set van tools ontwikkeld eigenlijk die zeg maar het model, het engineeringsmodel analyseren en automatisch eigenlijk alle vastgestelde problemen en aandachtspunten eigenlijk oplost. Het enige wat je als modelleur voor moet zorgen is dat je afwijkende lassen, dus zo gauw er iets afwijkt van je standaard lasgrootte, dat je dat wel correct in je model zit. Dat is het enige wat wij verlangen, dat je de afwijkende lassen netjes in je model zit. Dit is hoe de Tekla doet, die gaat hier gewoon haaks omheen, hier vergeet hij iets. De lasgrootte is zelfs maar 3, zie je, dus die lassen hoogt hij dan allemaal op. En kijk, hier zie je bijvoorbeeld ook, hier zit helemaal geen las in, die plaats hij ergens. Het zit er wel aangelast, maar je laat hem niet zien. En dat soort dingen, dat fixt hij allemaal in DigiBim. Ik selecteer alles wat ik wil selecteren, welke fase dan we uiteindelijk gaan maken. En dan kan ik hier de modelnaam en de fases invullen, dat zijn dan deze. De minimale las, dus dan hoogt hij alles op tot las is 5, AS 5. En dan kan ik hem exporteren en dan begint hij de bestanden, de NC-bestanden te maken en alles te uploaden naar de cloud. Omdat het in de cloud werkt, kan ik dat op de achtergrond doen. Dus ik kan in de tussentijd gewoon ergens anders mee bezig, terwijl mijn model aan het doorrekenen is. Dus dat is qua efficiëntie ook gewoon zeer prettig. Bij mij hier nu aan tafel Henk-Jan Voortman, Erik Meeuwis van de video die u net zag. Leuke video waarin we in vogelvlucht door alle stappen zijn gegaan. Rick, als je zeg maar een ontwerp moet uitwerken en dat moet dan door de fabricator heen, of door de smart factory, waar hou je dan rekening mee? Ja, je hebt een set van randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus uiteindelijk heb je een groep met verbindingen en daar ga je allemaal keuzes in maken, zoals ik net al een beetje in de filmpje vertelde. En dan gaan we die filosofie, die gaan we daar mee creëren en dan willen we zoveel mogelijk natuurlijk over die machine laten lopen. En daardoor krijg je elke keer die keuzemogelijkheid en daar ben je met het ontwerpen heel erg mee bezig. Dus nou zien we dat we bijvoorbeeld voor ProDelta, dat we daar de kolommen over de fabricator willen laten gaan, omdat die recht zijn, die hoeven niet getoogd te worden, die kunnen daarna meteen geconserveerd worden. En dat ook met de verbinding met de randliggers en zo maken we bepaalde keuzes. Dat die kolom volledig geschikt is, dus dat we er daarna niks meer aan hoeven doen. En dat is hetgene waar je echt rekening mee houdt met het ontwerp. Ja, een beetje van, je bent een beetje aan het voorsorteren. Ja. Is het voorsorteren eigenlijk, jullie als Rijrink weten daar nu vanaf, is dat eigenlijk niet iets wat veel breder ook moet worden uitgedragen? Hoe zouden ontwerppartijen hier rekening mee kunnen houden? Architectenbureaus, constructeursbureaus? Ja, uiteindelijk, onze machinelijn die heeft bepaalde specificaties waar, of ja, bepaalde randvoorwaarden waar we aan moeten voldoen. Dus uiteindelijk heb je, hou je genoeg ruimte, teken je genoeg tolerantie, kan de, bijvoorbeeld ook de V807, onze snijrobot, kun je de verbinding zo maken dat je aan de ene verbinding moet snijden en dat de andere juist weer, of de kolom weer geschikt is, bijvoorbeeld voor de fabricator. Ja, dat is een soort gegevens, de filosofie, zeg maar, ja, die wij willen gaan uitrollen natuurlijk bij. Ja. Want je moet ook heel bewust ontwerpen met de beperkingen die er zijn. Zeg maar, niet alles is mogelijk. Henk-Jan, kan jij dat misschien toelichten? Ja, we hebben die fabricator eigenlijk, het inzicht dat we daar hadden, was eigenlijk, of het, de bedoeling die we daar eigenlijk hadden, was dat je zoveel mogelijk laswerk natuurlijk over zo'n machine moet kunnen laten gaan. Dus wij proberen zoveel mogelijk dat wat een handlasser kan doen, ook op de machine te doen. Nou ja,
een robot is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als een handlasser. Dat kan iedereen, dat snapt iedereen wel. Waar een handlasser, zeg maar, als op het moment dat je een las moeilijk kunt bereiken, dan kan een handlasser natuurlijk iets die toorts bijdraaien. Die kan iets steken, slepen. Ja, die kan iets smokkelen, zou ik maar zeggen. Waardoor in de praktijk eigenlijk je las niet de optimale kwaliteit krijgt. Alleen, kijk, je krijgt hem er wel in, laat ik het zo zeggen. Alleen, dat smokkelen, ja, dat kun je bij zo'n robot kun je dat iets minder doen. Laat ik het zo zeggen. Wij kunnen niet, gaan toestaan wat een handlasser toestaat. Het voordeel daarvan is wel dat je op de fabricator een gegarandeerde kwaliteit krijgt. Dus de grenzen van wat je kunt smokkelen zijn strakker gezet dan bij een handlasser. Alleen, ja goed, daardoor wordt je kwaliteit uiteindelijk hoger van het werk wat er afkomt. In het ontwerpproces moet je wel rekening houden dat wat een handlasser moeilijk kan bereiken, voor een robot nog iets lastiger te bereiken is. Dus dat botsingsmodel waar zo'n toorts dan tegenaan komt, die zal eerder tegen beperkingen aanlopen dan een handlasser. Omdat je dat grijze gebied waar je kunt smokkelen, dat is er op de fabricator eigenlijk minder. Ja. Tot niet. Nee, dus je moet eigenlijk heel erg bewust omgaan met de beperkingen. Je moet je Maar je krijgt er wel wat voor terug. Je krijgt er wel wat voor terug. Je moet je inderdaad bewust zijn van de bereikbaarheid van lassen. Laat ik het zo zeggen. En ook voldoende materiaal om de lasgroottes kwijt te kunnen. Want dat zien we ook nog wel eens in modellen. Okay. Dat als je een overlap hebt van waar bijvoorbeeld 5 mm materiaal nog is. En daar wordt dan ook gelijk een lasvijf ingelegd. Terwijl de beenlengte van een lasvijf, dat weet je zelf ook, die is al 7 mm. Ja, dat past al niet. En onze tools die constateren dat en die geven je ook al aanwijzingen dat niet past. Alleen ja, op dat moment zit je al een heel eind in je ontwerpproces. Of in je proces, dan zijn de balken vaak al besteld, zijn de platen al gesneden. Dus ja, wat moet je daar dan mee? Ja. Dus dat soort dingen, daar sturen wij wel op aan dat je daar goed rekening mee houdt in het begin, tijdens het ontwerpen. Ja, en met die continue kwaliteit kan je ook weer veel verder komen in je ontwerp. Dus ook dunnere lassen leggen. Robotisch proces, dat geef je eigenlijk geef je dat meer mogelijkheden als bij een handlasser, laat ik het zo zeggen. Dus waar je nu eigenlijk bij het manueel lassen nog een minimale lasgrootte van 5 aanhoudt vaak. Mm-hmm. Omdat een handlasser, die krijgt eigenlijk een las A3 eigenlijk niet gelegd, laat ik het zo zeggen. Nou ja, dat kan zo'n robot prima doen. Nou ja, als je dan eens op jaarbasis uitrekent wat dan de besparing is, als je alle lassen waar je een las A3 in principe in mag leggen, als je die van A5 naar A3 brengt, dat is een behoorlijke besparing op jaarbasis wat je dan kunt realiseren. Ja. De andere kant werkt er ook op. Je kunt bijvoorbeeld ook sneller met zo'n robot lassen dan een handlasser zou kunnen. Dus zo'n robot heeft gewoon meer mogelijkheden qua proces. Interessant. Dat is leuk om te horen. Jullie zijn ook afgelopen jaar en afgelopen 6 maanden al heel erg intensief gaan samenwerken. En dat gaat natuurlijk over het algemeen goed, maar af en toe kom je elkaar wel tegen. Kunnen jullie daar iets over toelichten? Wat zijn de botsingen die jullie hebben gevonden? Wij als afnemer willen natuurlijk dat die machine zoveel mogelijk kan. Dus het is elke keer een beetje een spel dat wij steeds meer willen. En dat ze vanuit Volkman zeggen van ja, maar dat kan niet, want dit. En zo proberen wij elke keer zoveel mogelijk uit de machine te halen, dat we uiteindelijk tot een nog hoger niveau komen, zeg maar. Dat is uiteindelijk een beetje het doel. Dus bijvoorbeeld als het gaat om bepaalde toleranties die je bijvoorbeeld met het tekenen, dat je daar net, als het bijvoorbeeld 1 mm is, dat je hem dan afkeurt, net 1 mm te veel. En dat wij dan zoiets hebben, ja, maar dat moet je toch gewoon kunnen. En dat we dat dan bij Voortman neerleggen en dat we daar dan uiteindelijk toch tot een oplossing komen. Ja, want wij hebben, onze software engineers die zien het liefst natuurlijk helemaal geen tolerantie in zo'n datamodel. Toleranties, dat zijn potentiële problemen, dus dat is allemaal ruis wat erin zit, dus het liefst helemaal niks. Maar helemaal niks, geen toleranties qua openstaande platen en qua platen die heel iets in je balk steken, dat kun je bijna niet realiseren. Zeker, jij zegt, met zo'n schuin dakvlak waar windverbanden aansluiten op een rechte rand liggen, die plaat die staat of iets open of hij steekt heel iets in, een fractie van een millimeter. Dus daar zijn we continu op zoek naar een middenweg. Dat we zeggen van, nou, wat staan we dan nog toe en wat niet. Dat is een grijs gebied, dat moet je samen, moet je daar een balans in zien te vinden. Dat je niet te veel afkeur krijgt en dat je uiteindelijk niet te veel ruis krijgt in je data. Ja. Zodat je allerlei ongewenste effecten krijgt op de machine. Ja, mooi om te horen dat die synergie dan ontstaat, waarbij jullie ook worden uitgedaagd om die machines weer verder te krijgen en jullie daar weer profijt van hebben.
Maar naast toleranties was er ook iets met plaatdiktes. Daar was ook nog een... Ja, met het formaat van de platen. In eerste instantie hadden we maar een formaat tot 60 centimeter. Alleen wij hebben liever dat het groter wordt natuurlijk. Want wij willen natuurlijk zo groot mogelijk. En wij, het maximale gewicht van die magneet is zeg maar 75 kilo. En wij dachten, als we daar dan daar weer afhankelijk van kunnen maken, dan kunnen we wel een grotere plaat. En zo, het is een beetje hetzelfde als met de toleranties. Zo zijn we elke keer weer net weer een beetje aan het proberen. Ja. Of dat we net wat meer voor elkaar krijgen. Over weer pingpongen. Ja, precies. Dat daagt ons inderdaad ook weer uit om de software intelligenter te maken. Om te kijken, nou, waar zit dan zo'n plaat van 600 mm? En kunnen we daar dan inderdaad mee, als je bijvoorbeeld een voetplaat hebt van 600 mm die aan beide kanten maar iets uitsteekt, ja, dat is prima te realiseren op zo'n machine. Die kan dan alle rotaties nog doen. Maar als je dezelfde plaat zeg maar bovenop de flens zet, ja, dan als je dan de bal gaat draaien, dan raakt hij waarschijnlijk een machineonderdeel. Ja. Dus ja, op zo'n moment moeten wij dus inderdaad ons collisiemodel, zoals dat dan in de software heet, zo'n botsingsmodel aanpassen en kijken, nou, waar zit dan die plaat? En kunnen we dat eventueel opschalen, die groottes? Dus we gaan nu inmiddels tot een meter qua grootte. Dus daar maken we samen wel stappen, laat ik het zo zeggen. Om steeds meer mogelijk te maken op die machine. En dat moet ook wel, die uiteindelijk 10.000 ton per jaar gaan halen. Precies. Maar die stappen, zijn alle stappen al gezet? Of zien jullie nog heel veel mogelijkheden voor de toekomst? Daar zijn zeker nog mogelijkheden richting de toekomst. Wat we op dit moment nog niet doen. Waar Rick al aangeeft van, kunnen jullie dat en dat ook niet. Bijvoorbeeld subassemblies, er worden veel vakwerkspanten bijvoorbeeld gemaakt. Kunnen jullie dan die onder- en bovenregel, kunnen we daar dan geen subassembly van maken, dat we die ook kunnen lassen? Nou ja, dat is op dit moment eigenlijk alleen maar een softwarematige beperking voor ons. Ja. Dus dat is prima toe te voegen richting de toekomst. En zo zijn er nog heel veel meer mogelijkheden. Zo'n machine bestaat uiteindelijk, ik denk voor 70% misschien nog wel meer uit software. Dus dat is altijd achteraf nog te updaten en te upgraden. Ja. Ja. Hoe werkt zo'n proces? Ik ben al heel vroeg betrokken bij het engineeren, zeg maar. Dus als het, misschien zelfs al ooit als het in calculaties is, dat we dan zeggen van, hey, dit komen we hier tegen. Ja. Kunnen we dat dus bij voorval melden dat we dat ook op de fabricator kunnen gaan maken? Dan kunnen we daar steeds meer output uit halen, zeg maar. En zo zijn we eigenlijk vanaf het begin tot het einde, totdat er eigenlijk vanaf komt, zijn we met elkaar bezig om het zo goed mogelijk te maken. Ja, en dan krijg je vervolgens een update en dan kan je het wel uitvoeren. Ja, een soort van Tesla die je ook altijd... Ja, absoluut. Zo had je van de week die kraanbankcontroles nog, waar dan weer een extra schotje in zit. Op dit moment kunnen we geen tweede orde, zeg maar, platen die niet direct aan de hoofdligger gelast zijn. Dat is een softwarebeperking op dit moment. Nou ja, goed, dan krijgen we de vraag van hun en dan gaan we daarmee bezig. Dan gaan we kijken van wat heeft dat dan voor impact. Dan kunnen we dat op korte termijn al realiseren voordat ze dat project beginnen. Dus zo ben je samen bezig om... En dat zal nog wel een tijdje voortduren, want er zit nog best wel veel... We zijn net begonnen eigenlijk, dus hoe meer productie eroverheen gaat, hoe meer vragen je krijgt. En de machine wordt in dat opzicht steeds beter. Ja, het moet het paleis zichzelf een beetje. Nou, leuk item om even met jullie hier over te hebben gesproken. We gaan verder met het allerlaatste item van vandaag, de open vragen. Komt even een scherm tussendoor en dan gaan we hier de rest klaarzetten. Nou, daar zijn we weer. Weer met z'n allen van het hele webinar. Ja, een paar vragen die uit het publiek komen. Eén daarvan is, ik denk voor Frank en Willem. Wat heeft jullie eigenlijk overtuigd om voor Voorman te kiezen? Nou, Voorman was al een bekende partij van ons. We hadden de vorige lijn, was ook al van Voorman. Nou, we wisten die al zelf dus een fabricator gebouwd hadden. Dus omdat we in gesprek waren met Voorman voor de nieuwe lijn, zijn we ook doorgegaan met de fabricator. Nou, en wij kennen Voorman, die kennen we goed. We zijn natuurlijk in het begin wel bij andere partijen georiënteerd. Op een gegeven moment was toch de keuze van Voorman, daar hadden we vertrouwen in. En die kwam bij ons met een mooie, optimale lijn. Dus we zijn gewoon automatisch met Voorman gewoon verder gegaan. Ja. En gewoon de samenwerking was gewoon perfect. Voorman begreep wat wij willen en denk voor Voorman het ook een voordeel was dat ze een Nederlandse partner hebben, vooral ook in de fabricator. Ik denk als Voorman een fabricator in Duitsland of Amerika verkocht hadden, het contact te gaan. We rijden een keer op en neer, ze overleggen hier, ze zijn snel hier. Er zit een engineer van Voorman, die helpt onze jongens mee, dat trekt samen op. Ja. Dus, en voor ons ook gewoon een stap, we hadden al een aflasrubber staan, dus we waren al met geautomatiseerd lassen bezig.
Ja, ja, we hebben natuurlijk een flinke keuze, hè, want je bent er nu al 3 jaar bezig. Dus je wilt de keuze wel goed maken. Dat klopt, maar er is ook een heel lang voortraject aan afgewezen natuurlijk. Ja. Ja. Een andere vraag die ik zie hier binnenkomen. In de Fabricator ligt de ligger op de bank, zodat aan de andere kant gelast kan worden. Hoe werkt dat dan wanneer aan de andere kant al iets gelast is, dat buiten de ligger valt? Dan kan je hem niet goed meer neerleggen, toch? Ja, dat is een specialistische vraag. Nou, op zich, je hebt 4 manipulatoren staan in de Fabricator. En die kunnen ook in de lengte van de ligger zijn eigen manoeuvreren. En dat wil zeggen, op het moment dat je hem daarin legt, kan het zelfs nog zijn dat de kraan hem er heel even uitpakt om die weer te verplaatsen, zodat je ruimte maakt voor waar dan die ene plaat zat op dat moment. En daar is natuurlijk ook die collision voor, om te kijken van, nou, dat hij nooit een plaat, een manipulator gaat raken. Ja. En dat is ook een van de criteria of iets wel of niet over Fabricator heen kan, of dat hij daarin past. Maar doordat ze zo flexibel om zijn gegaan met de plek van de manipulator, is dat eigenlijk maar zelden een beperking. Dus op het moment dat er een plaat in de weg zit, dan verplaatst de manipulator zich en dan past hij weer wel daarin. En de manipulator is het draaionderdeel, als ik het goed begrijp. Ah, okay. Ja. Een rotator, manipulator. Ja. Ja. Het softwaremodel is inderdaad wel zo intelligent dat je zegt, als je een hele balk vol modelleert met schotjes, mm-hmm, en die schotjes steken niet buiten de balk, dan kan hij inderdaad, net als Frank zegt, halverwege die rotator een keer verplaatsen. En zorgen dat de plek waar die rotator eerst stond, dat hij daar die schotjes nog in las. Ja. De enige beperking is, op het moment dat er wel iets uitsteekt, ja, dan kun je daar die rotator natuurlijk niet meer neerzetten. Nee, precies. Er zijn 2 rotatoren. 4. Dus je kan ook nog een beetje handig een beetje mee schuiven. Kijk eens aan, dat is handig. In deze volgebouwde fabriek zou ik mij kunnen voorstellen dat vervanging van onderdelen of bewerkstations met bovenloopkraan zonder veel hinder mogelijk zijn. Maar ik zag deze bovenkranen niet. Hoe is dat voorzien? Dat is niet duidelijk aan misschien geweest, maar aan alle kranen hangen bovenloopkranen. Dus we hebben hier een hal en er zijn de hal weer zeg maar haaks opgebouwd. Dus alle hallen zijn voorzien van bovenloopkranen. Vooral de achterste hal die zit eigenlijk helemaal vol met machines en rollenbanen. Dus daar kun je in ieder geval niet met een heftruck bij hem iets vervangen. Mm-hmm. Maar daar hebben we gewoon 2 bovenloopkranen wel in hangen voor een onderdeel te vervangen. Mocht er eens een keer een storing zijn of iets vervangen worden, kunnen we wel bij. Alleen zijn het niet even duidelijk op de tekening te zien. Maar er hangen wel degelijk bovenloopkranen overal in. En die zijn eigenlijk voornamelijk voor wanneer iets misgaat? Of hebben ze ook andere functies? Nee, de hal, daar hebben we dus ook voor een stukje onderhoud. Mm-hmm. En eventueel eens een keer een balk ergens af te pakken, mochten ze een keer iets wegpakken. En de andere hal is ook wel puur voor het afpakken en het beladen, zeg maar. Alleen in die achterhal, daar heeft de persoon wel gelijk. En dat is gewoon de kraan boven voor iets te vervangen ook. Ja. Okay. Goeie vraag. Ja, zeker. Qua engineering, achten jullie het haalbaar om stabiliteitsberekeningen en bovenin rijden? Ja. Dat was geen over. Kunnen getogen liggers ook op de lijn of moet dat altijd erna? Dat moet altijd erna. Ja, ook voor de Fabricator moet het erna. Ja. Ja. We gaan eerst alles bewerken. Zagen, boren, het lassen, alles. En daarna gaat je pas naar de de toogbank. Dus banaantjes kunnen niet door de Fabricator? Nee. Okay, duidelijk. Ook niet op de lijn. Nee. Ook niet, okay. Qua engineering, achten jullie het haalbaar om stabiliteitsberekeningen en tekenwerk, de zaakjes Tekla, in 1 model te integreren? Het is. Wij willen het zo maken dat je een soort stappenplan hebt van welke verbinding dat je moet pakken. Want bepaalde details zullen misschien wel nooit voldoen. Maar ja, je kunt ook niet alles geschikt maken voor de Fabricator. Dus het is zeg maar zo dat je een set van details hebt en daar moet je eigenlijk zo ideaal mogelijk. Dus dat is ook weer de filosofie, kom ik dan weer bij terug. Dus stel dat je kan het ook zo maken dat bijvoorbeeld de kolommen niet geschikt zijn, maar de liggers weer wel, zeg maar. Juist, als dat voor de details goed uitkomt. Maar dat is wel echt waar je over na moet denken. Ja, ik hoor ook mooie dingen, net zoals subassemblies. Ja. Ook mooi dat die kansen ontstaan. Ja. Ja, daar krijg je natuurlijk weer meer opties met het ontwerp natuurlijk. Ja. Okay. Zijn we eigenlijk tot einde gekomen van dit webinar. Zijn er nog meer vragen? Zijn er nog meer vragen? Oké, okay, ik zag op deze witscherm namelijk. Nou, even. We hadden net een vraag over de engineering gehad. Oké, hoe smart is onderhoud van deze Smart Factory? Meer een vraag voor Voortman, denk ik. Nou, in ieder geval, wat ik weet is dat wij ook een machine hebben waar onze tools in zitten. Ik weet even de naam niet in mijn hoofd. Red Tooling System. Red Tooling System, ja.
En daar hebben we aangegeven van, nou, dit willen we op voorraad houden. Pakt een operator daar tooling uit, hè, om bijvoorbeeld een bijtel te vervangen. En het systeem merkt van, oh, we zitten nu onder de limiet. Dan wordt er volgens mij automatisch bijbesteld en wordt die up-to-date gehouden, die voorraden. Ja, en in de drukmachine zitten ook bepaalde... zit ook een stukje software wat bijhoudt hoeveel productie zo'n machine gedraaid heeft. Op basis daarvan geeft hij ook seintjes dat er onderhoud op bepaalde plekken nodig is. Daarnaast krijgen de meer complexe machines, zoals bijvoorbeeld die V807 en de Fabricator, daar hebben we inmiddels een heel camerasysteem op gemonteerd. Dus daar kunnen wij vanuit, als er servicevragen zijn, kunnen we ook meekijken met de klant. Van wat er exact aan de hand is, dat helpt ons enorm om problemen, eventuele issues op te lossen. Zo snel mogelijk op te lossen, laat ik het zo zeggen. Dat, De eerste lijn is natuurlijk bij onszelf. Hè? De eerste lijn is bij onszelf. Gelukkig hebben we een jongen in dienst die heel handig ermee is. En komt die er niet uit, heb je natuurlijk altijd je helpdesk dat hij mee kan kijken via TeamViewer en dat zaken en camera's inderdaad. We hebben al onze machines voorzien van camera's. Kom je er dan nog niet uit, dan zullen we... Ja, precies. En TeamViewer heeft tegenwoordig ook de mogelijkheid om via augmented reality dingen... Zeg maar, als je je telefoon voor zo'n machine houdt, dan kan bij ons de service engineer die kan ook dingen zeg maar intekenen in het beeld. Die kan zeg maar een pijltje erin zetten van luister, kijk eens even hier of druk op dat knopje of draai even aan dat dingetje. Het is echt de fabriek van de toekomst. Ja, het gaat wel steeds verder, die techniek. Het gaat steeds verder. Ik zie een andere vraag binnenkomen. Is het noodzakelijk dat alle materialen vooraf gestraald worden? Of is dat een keuze van jezelf? Wat was de grootste uitdaging in dit traject? Ja. Ik denk voor ons ook de grootste uitdaging was, denk ik Frank en ook voorman, denk dat we alle machines optimaal willen laten draaien. Dat we nergens geen opstroping gaan krijgen. Onze fabricator last, op een gegeven moment liggen de dwarsbanen vol, dat de zaag daarvoor niet stil komt te staan. Of de boorstraat, of de snijrobot. Dus Frank wil ik uitleggen, het ideale systeem dat continu goed gevoed wordt en alle machines continu blijven draaien. Dus we hebben ook toen gekeken dat we voldoende buffers hebben, tussenbuffers hebben, dat we continu kunnen doordraaien. Het is natuurlijk heel jammer als een fabricator vol is en we weten dat als je op die balk is een half uur bezig, en op een gegeven moment komen er te veel balken aan, dat de rest van de lijn stil komt te staan. Dus daar hebben we heel lang over liggen nadenken voor hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk maken, dat die lijn gewoon niet stilvalt. Ja. Dat was echt een grote uitdaging en daar vind ik er heel goed uitgepakt. Dus die is hier al te zien, hier overdag, s'avonds, ik loop er s'avonds ik erheen, de machines zijn altijd aan het draaien. Ja. Je ziet altijd de kilo's eraf gaan, klaar. Ja, we zijn dus geen fleshalsen. Nee, klopt. Kijk, maar daar waren wij in het begin wel een beetje bang voor. Hoe gaan we dat oplossen? En uiteraard integratie van de fabricator in het proces. Hè, wat Rick en Jan uitlegden in het begin, straks. Is het omdenken van hoe ga ik iets aansluiten. Hè? We hebben het eigenlijk in grote lijn hebben we drie stromingen straks hier. De ene profiel gaat alleen over de lijn. Alleen zagen, boren en misschien togen. En als je klaar, de andere profiel gaat de lasserij in. En de derde die gaat over de fabricator. En dat proces van aansluiten, hoe sluit ik iets aan? Hoe offer ik een balk op die dan nog niet over de fabricator heen kan? Tot aan het plannen, de stroming van materialen. Wat komt er? De stroming richting conserveerder. Ja. Dat is de grootste uitdaging, het echt integreren van het systeem. Ja, een gigantische transitie. Hebben jullie dat niet misschien een keer onderschat? Of hoe kijken jullie daar zelf op terug? Daar zitten we nog middenin. Ja. We zijn er nog volop mee bezig. Maar ik ben gewoon net zo'n Rick, die schakelt heel snel. Die gaat meteen met de tekenaars meekijken. En die ziet heel snel, nou dat project, daar gaan we schik maken voor de fabricator. Die kolommen of die liggers, die gaan we zo tekenen. Dus het voortraject is al zo belangrijk bij ons. Die engineering, daar begint het al gewoon mee. Daar moeten we op gaan sturen en op gaan schakelen. Ja. Dat is al het hart van ons bedrijf. Als het tekenwerk goed is en engineering, dan loopt door de fabriek automatisch erheen. Ja, daar ben ik van overtuigd. We proberen ook steeds meer tools te ontwikkelen voor jullie om de planning bijvoorbeeld van tevoren al goed in beeld te brengen. Zo'n fabricator die heeft bijvoorbeeld een tool die je voorhand al uitrekent hoe lang die erover gaat doen over zo'n balk. Dus als Rick zo'n balk zeg maar uitrekent, dan weet je voorhand al van zo lang ga ik erover lassen. En ook welke fouten dat er eventueel in zitten. Welke fouten dat erin zitten. Straks de vraag was met of dat je hem dan oppakt en dan weer weglegt, dat kun je van tevoren ook al zien. Dat geeft hij van tevoren al aan. Hij weet ook van tevoren aan of het 100% maakbaar is, of dat het voor 70% maakbaar is. Of dat je bijvoorbeeld een bepaalde plaat alleen maar kunt hechten. Kijk, dat is nog een keer te accepteren. Als je één of twee lasjes na de tijd nog moet leggen als operator, dat kan je wel doen tijdens het... maken van de volgende, dat de volgende balk erin ligt, laat ik het zo zeggen. Maar als er platen zijn die helemaal niet aangehecht kunnen worden, dat wil je natuurlijk niet, want je hebt er al geen layoutmarkering op staan. En dan krijg je echt een drama, had ik zo wat gezegd, qua proces. Dus dat soort dingen wil je voorkomen. En dat kun je brengen van tevoren allemaal duidelijk in beeld. Dat,
Plus dat je die lasinformatie op termijn ook nog eens een keer zou kunnen gebruiken voor je handmatige laswerkplaats. Wij vullen dat hele model aan met alle lasinformatie. Ja, dan heb je eigenlijk ook alle informatie die je nodig bent om je handmatige werkplaats qua lasten te plannen. Je hebt alle lastmeters erin zitten, alle lastvolumes. Dus je kan daar in de toekomst ook ideaal gebruik van maken. Ja, dat vind ik ook wel interessant. Dat je met die data dus ook een beetje in de toekomst kan voorspellen wat je tegen gaat komen. En dan nog kan bijsturen. Uiteindelijk ben je elke keer een vergelijk aan het maken van wat is nou het meeste geschikt, zeg maar. Waar doe ik het langst over en welke tijd kan ik daar ergens anders weer weghalen, zeg maar. Ja. Dat is uiteindelijk ook hoe heel de machinelijn in elkaar zit. Ja. We gaan verder naar de prangende vraag over het stralen. Waarom is dat nou vooraf en niet achteraf? Nou, als gestraald is, krijg je gewoon een mooiere las, een betere las zonder meer. En ik vind als het bij ons de balken gestraald zijn, we houden gewoon een supermooie fabriek. Het blijft mooi zuiver. De balken zijn meteen gestraald, alle walshuid, alles is eraf. Dus we houden gewoon de fabriek mooi zuiver en met name ook voor de laskwaliteit. Ja, voor de fabricator is het wel noodzakelijk. Ja. En je hoeft daarna niet meer nog een keer te stralen? Sommigen worden nog nagestraald. En sommige ligt er hoe lang ze binnen liggen, gaan ze meteen de spuiten rijden. Oké. Het ligt aan als ze binnen 24 uur verwerkt zijn, kunnen ze meteen spuiten. Is het niet, dan gaan ze nog extern naar een stralerij toe. Ja. Oké. Ik zie net binnenkomen dat we heel veel vragen hebben. Deze vragen die worden in ieder geval allemaal beantwoord. We gaan eigenlijk door tot het einde. Wees in ieder geval niet ongerust dat je vraag onbeantwoord blijft. Hij zal via je e-mailadres nog worden voorzien van een antwoord. Kijk, ik ga nog die laatste vraag die hier staat behandelen. Hoe omgaan met afwijking op de theoretische profielhoogte tussen de flensen als de schotten wel exact op maat zijn? Wat normaal handmatig opgelost wordt door de bankmedewerker. Dus vraag weer over toleranties. Ja, voor de fabricator die meet van tevoren heel het profiel in. Dus hij meet precies wat de afwijking is. En in principe omdat alle platen gesneden zijn die naar de fabricator toe gaan, is dat zeg maar maatvast. Daar kan hij ook nog ingeven, de operator, dat hij iets kleiner is. Alleen dan heeft hij precies een doorsnede van bijvoorbeeld het schotje met de hoogte en dan middelt hij alles uit. En zo, als hij te veel open staat, dan hoogt hij zijn las ook op dat hij uiteindelijk wel gewoon volgens de norm gelast kan worden. Ja. Dus er wordt gewoon eigenlijk altijd nog een keer ingescand. Ja. Nou, ja. Welke bezettingsgraad in percentages van de fabricator hebben jullie? Want wat was dan eigenlijk het aandeel van de fabricator als hij nou helemaal loopt te toeren ten opzichte van de andere lijnen? Nou, ik vind het nu nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. We zijn echt net nog gestart met het... Maar wat Willem al had aangegeven is dat we richting de 10.000 ton willen. En dat is ongeveer een derde van onze productie. Dus ja, 30-35% willen we straks geschikt maken voor de fabricator. Dat is echt onze doelstelling. Ja, okay. Ja, en daar zijn we nou pas mee begonnen. Zijn Frank zegt, we zitten er nou net middenin. We zijn met de eerste weken productie aan het draaien, zeg maar. Na de proefperiode, zeg maar, met Voorman. Dus daar gaan we de komende tijd heel hard aan werken. Ja. En naartoe werken ook. Ja. Ik denk een mooi doel om naartoe te streven. Juist. Ja, daar wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja. Zeker. Ja. Dan zie ik nog een laatste vraag inkomen. De fabricator last alleen nog losse plaatelementen tegen de moederbalk, hoor ik. Kan het aantal lasse elementen ook een profiel zijn? Ja, zeker. Het kunnen kokertjes zijn, het kunnen T-ijzertjes zijn, hoeklijntjes. Het kan een I-profiel of een H-profieltje zijn, zeg maar een kraamaankozoletje. Dus we lassen niet alleen maar platen. Dat klopt. Dat was bij de eerste versie die wij bij onszelf hadden staan in eerste instantie wel het geval. Die wordt binnenkort ook geüpdate, zodat hij ook dezelfde mogelijkheden krijgt als deze, de fabricator die hier bij Reijering staat. Dus ook daar zijn we continu bezig met het upgraden van de machine, wat mogelijkheden, heb ik zo wat gezegd. En dat moeten we ook wel, willen we die percentages gaan halen bij jullie. Ja, kijk eens aan. Nou, dan gaan we het nu toch echt wel afsluiten. Het e-mailadres even achterlaten. Het e-mailadres. Nou, welke e-mailadres kunnen we de vraag sturen? Mensen die vragen hebben gesteld, of die het e-mailadres in de chat even achter willen laten. Zodat we in ieder geval de antwoorden naar het juiste e-mailadres kunnen sturen. Kijk, dankjewel. De vragen worden over het algemeen. Er wordt ook nog generiek gedeeld met iedereen. Dus de lijst met vragen en antwoorden wordt ook nog generiek gedeeld. Dus mochten we een keer een e-mailadres missen, dan is dat niet zo heel erg.
Ja, dankjewel. Ja. Nou ja, we zijn aan het einde gekomen. Wanneer komt de tweede lijn? Ja, nou wie weet. We hebben er ruimte over vrijgehouden. We hebben er wel rekening mee gehouden. Dat hebben we echt wel gedaan, maar we zijn dan bij de eerste nou net aan het draaien. Dus we gaan eerst deze dus goed op de rit zetten, die goed gaat draaien. En wie weet wat er over een paar jaar weer speelt. We hebben, in de staalbouw staan we nooit stil, dus kijk, dat is we moeten vooruit blijven denken. Dus, ja, en, zeg mij hou eens aanbevolen. Ja, kijk eens aan. Nou, dit is ook niet het evenement waarmee we eindigen. Er ontstaat ook nog de mogelijkheid dat u zelf deze machines kunt gaan aanschouwen hier in Esbeek bij Rijrink. Nou, de datum zijn we nog niet over uit. Het zal rond de zomerperiode zijn, net voor of net na. Een beetje afhankelijk van de maatregelen op dat moment. Ja, graag zien we u dan terug. Hou vooral de website van Bouwen met Staal in de gaten. Rijrink, bedankt. Voorman, bedankt. Maar nog het allerbelangrijkste. U bedankt voor het kijken vandaag.